De eerste dag van de halve finale voor het wereldkampioenschap individueel 1991 vanuit het Wilmersdorfstadion in Berlijn. Een aantal toppers aan de start. En als we dan even het rijtje afgaan, dan zien we daar de Russen lopen. Kuznetsov, Sukhov, Yuri Ivanov, Zeklubkin, Eremkin, Fadeev en Sergei Ivanov. Ook aan de start twee Nederlanders, althans één Nederlander, Wiebe Vochtelo. En een reserve Robert-Jan Munnekom. En Vochtelo heeft dan een klein beetje geluk, denk ik, want hij rijdt hier dus mee. En er moet sowieso één Nederlander naar de finale, omdat de finale in Assen gehouden wordt, overigens 9 en 10 maart. En Wiebe Vochtelo staat met steen aan de start in heat nummer 1. In het blauw en eveneens aan de start staan Kuznetsov, Aalblom en John Frederiksson. En het is het rood aan de leiding. En dat is start nummer 1, de Rus Stanislav Kuznetsov. De man die al jarenlang aanwezig is op het hoogste plateau van het ijsracen. Kuznetsov aan de leiding. En vlak daarachter rijdt Wiebe Vochtelo. Vochtelo die dus Jari Aalblom en John Frederiksson achter zich weet te houden voorlopig. Begint hier goed aan zijn halve finale. Er staan 6 Russen aan de start hier en er mogen er maar 3 door naar de eerste of naar de finale in Assen. Er is nog 1 ronde te gaan voor Kuznetsov aan de leiding. De man uit Rusland, de man uit de Sovjet-Unie. En er is iets gebeurd, er is een ongeluk gebeurd. Daar zien we Jari Aalblom die van de baan gereden is. Aalblom, die jammer maar helaas gedisqualificeerd wordt. En dan gaan we door met 3 mannen. Frederiksson, die die kwartfinale zo goed reed. Vochtelo en Kuznetsov. Vochtelo, Van Broek, die zie je Sipier. En hij rijdt hier met de blauwe helm. En Vochtelo die daar helemaal die Frederiksson duwt. Frederiksson er voorbij. En wie heeft dan de meeste rechterlijnsnelheid? De baan in Berlijn. Lange rechte stukken. En vrij krappe bochten. Dat is zoals Robert-Jan Munnekom hem wist te vertellen. En dat was vrij moeilijk voor de tandwielverhouding op de machines. Want ja, of je moet ze natuurlijk zo afstellen dat ze hard gaan op het rechte stuk. Of je moet ze zo afstellen dat je veel kracht hebt de bocht uit. En naar John Frederiksson die we helemaal buitenom zien rijden. Dat is de lijn die Jarmo Heervarsoja ook wel eens reed. En het feit dat hij dan zo helemaal buitenom rijdt, dat duidt er misschien op dat die motor sneller is op de rechte stukken. Hij komt er ook langs en Frederiksson die hard in de strobalen terechtkomt. Hij ging heel erg wijd, hij deed helemaal zelf. En daar, ja, dan had hij gewoon geen ruimte meer. Hard in de strobalen. En voor de tweede keer hebben we een herstart. John Frederiksson.